Ja! Mensen, 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 mensen. Ik hoor u denken, waar bleef die toch vandaag? Ach, het is de ene laatste dag. Dan hebben we allemaal problemen op de achtergrond natuurlijk, hè. Moest even naar het toilet en zo. Even gepoeierd worden, maar dan zijn we er nog. Een dampende, stampende, schuimende, spetterende nieuwe editie van Veiling TV. En wat voor prachtige, schuimende artikelen hebben wij voor u geselecteerd vanaf die dampende veilingsite 3FM.nl. Nou, zullen we eens beginnen. Ik voorspel, 2010 wordt het jaar van de snor. De snor komt helemaal terug. De hangsnor wordt populairder dan ooit tevoren. U vraagt zich misschien af, wie is toch het portret wat u in beeld ziet? Ik zal het even omschrijven. Het is een fotoportret van Jesse Hughes. Hoe de fuck is dat, zou je denken? Dat is de zanger van de Eagles of Death Metal. En die is genomen door de muziekfotograaf Titia Hanen. Nou, die hanen krijgen onmiddellijk als je dit ziet. Het formaat is 70 bij 70 centimeter. Leuk voor in die badkamer. Lijkt mij zo. En ik zeg het je nog een keer, hè? De snor komt terug in 2010. Dus druk die snor maar vast, dat zit helemaal snor. Fantastisch veilingheid. Kun je opbieden via 3FM.nl. En dat tweede veilingheid, er staat hier alweer te dampen voor mijn neus, hè. Een prachtige titanium kokringring met een zwarte 1 karaat diamant van edelsmid Mark Lange. Ik zou zeggen, wie de fuck is Mark Lange? De Mark Lange heb ik het over. Hij is een van de Nederlands bekendste edelsmeden en sieraadontwerpers. Zijn unieke creaties zijn onmiddellijk bekroond. Haha. Vooral met eerste prijzen en dergelijke. De ring is zilverkleurig aan de buitenkant. De binnenkant is blauw. En voor de rest is hij voorzien van een 1 karaat diamant. 1 karaat, mensen. Ik herhaal nog even 1 karaat. Nou, dan kan de karatenkit niet eens tegenop bieden via 3FM.nl. Meestal als de kippen bij. En wat hebben we hier toch eens even? Nou, dat is me toch lachen. Gisteravond bleef ze hier nog slapen. Heeft niet echt gedaan, maar het mooie was, kon ik hem mooi even in haar koffer. Angela Groothuizen heeft namelijk dit laten liggen. En die gaan we meteen op de veiling gooien. Een echte snap slangenleren kostuum van Angela Groothuizen. We hebben hier het over een slangenleren jasje, een broek. De kleur is donkerpaars met parelmoer. Gedragen door Ans tijdens de allerlaatste optreden van de Dolly Dots. Heb jij maatje 40 of zou je er een willen hebben? Dit fantastische veilingheid zou bij jou in die dampende garderobekast kunnen hangen. Ik zou als een idioot gaan naar 3FM.nl. Wees er als de kippen bij. Dit was dan weer zo'n geweldige editie van Veiling TV. Goedemiddag.